Yo, welkom bij Baby Tuning. Leuk dat we kijken, ook voor de nieuwe mensen. Welkom. Ja jongens, de laatste video was alweer van de Mega Meet. Ik heb even een tijdje niks kunnen uploaden. Ik was gewoon heel erg druk met van alles en nog wat. Met allemaal klusjes, met mijn eigen werk, noem maar op. Maar we gaan weer lekker video's maken jongens. Het runnen project ben ik natuurlijk achter de schermen ook nog druk mee bezig. Daar komt hopelijk in oktober ook weer video's over. Maar de afgelopen dagen heb ik keihard gewerkt aan een Aprilia SR 50R. Dat is eigenlijk het factory model. En ja, daar heb ik heel wat dingetjes aan gedaan. Die klant heeft hem nieuw gekocht. Heeft hem op Marktplaats gekocht. Er zat al een dikke Malossi-kaart onder met die 94cc. Maar hij wou graag eventjes dat ik een grote beurt eraan gaf. Dus wat hebben we gedaan? Een nieuwe zuiger. Een nieuwe DDL-uitlaat. Compleet overbreng vernieuwd. Dus de VSNA, drukveer, trekveertjes. Alles lekker schoongemaakt. Carburateurtje gereinigd. Nog wat kleine andere dingetjes, zoals rempotdekseltjes, subframetje heb ik even gespoten, er zat wat roest op. Remblokjes voor en achter en wat andere dingetjes. Dus dat is allemaal weer lekker fris en fruitig. En ja, ik heb er helaas geen video's van gemaakt van alle dingen monteren. Maar wat we nu wel even gaan doen is, we gaan met de aanhanger, met de scooter naar Jos Dijkman. En dan gaan we hem even op de testbank zetten. En dan gaan we even kijken hoeveel vermogen die heeft. Dus laten we snel de auto in gaan stappen, let's go! Ja jongens, die staat hier dan klaar om naar Jos Dijkman te gaan. Dus je kan zien een dikke DDL-pijp. Malossi 94cc met een verse zuiger die we erin hebben gezet. En ja, dit ding ziet er echt super vers uit. Nieuw powerfiltertje, nieuwe slangetjes, nieuwe remblokjes. We hebben ook een stage 6 paddock stand erop gezet. Die ligt achter in de auto, zodat we hem mooi op de bok kunnen zetten. Ja, voor de rest, alles is super vers aan het ding. Compleet custom cooling systeem is opgebouwd. Dikke DDL radiateur aan de voorkant. Het ding koelt als de lijten, niet normaal. En we gaan hem nu eventjes lekker bij Jos op de testbank zetten. Let's go. Zo ja? Doe even de intro dan. Met je nieuwe car. Ook voor de nieuwe. Welkom, ook voor de nieuwe mensen. En vandaag gaan we een nieuwe video opnemen samen met Wavy Davy. Bij Jos Dijkman. Ik heb net de monteur even geholpen met afstellen van een airboxje. Die had wat probleempjes. Dat is gelukkig opgelost. Nu kunnen we lekker verder met de Aprilia SR. Hij staat hier op de bank. En we kunnen lekker gaan gas geven. Ik heb net al eventjes een stukje gereden. Echt wel even 10 minuten kwartiertje om even goed de zuiger een beetje in te laten slijten. We gaan zo meteen op de bank. Gaan we niet meteen vol gas. We gaan gewoon eerst even rustig wat kilometers maken. Even het motortje goed op temperatuur laten komen. Ook de zuiger en de zuigerveer even goed nog even laten inslijten. Voordat we echt gaan planken ermee. Dus ja, ik ben super benieuwd naar wat voor vermogen die geeft. Hij is bij DDL ongeveer een half jaar tot het jaar geleden is die helemaal aangepakt. Toen gaf hij 34 pk op de testbank. Dus ik ben echt benieuwd wat hij nu gaat doen.
6 hours later. Zo jongens, we hebben de eerste run gedaan en we hebben natuurlijk het motortje eerst even goed laten warm draaien. Eventjes mooi tot hij op 50 graden was, even een beetje ingereden en dan hebben we hem even twee keer opengetrokken. En de eerste score die eruit komt is 26.8 pk. Dus op zich best netjes, maar er missen wel wat pk'tjes. En dat heeft denk ik te maken met dat één, ik had het idee dat hij veel te veel toeren maakte, dus dat hij wat overtoeren maakte. Dus wat we zo gaan doen is even wat zwaardere rollen proberen. Er zit nu 5 gram in. Dus we gaan zo meteen eventjes, ik denk 5,5 en 5 even mengen. Kijken wat hij dan doet. Mocht hij dan nog steeds iets te veel toeren maken, kunnen we ook gewoon 5,5 erin gooien. En dan gaan we kijken wat hij doet. Toen hij bij Dennis bij DDL Tuning op de bank is afgesteld, zat er een andere uitlaat op. Er zit hier nu een nieuwe uitlaat op. Dat is een ander model. Dus die heeft ook een andere afstelling nodig. Dus ja, we gaan eventjes de rolletjes vervangen, iets zwaarder erin doen en dan ga ik ook nog de spanbanden achter eventjes vastdraaien, want ik had het idee dat die wiel een beetje slipte, dus dat kost ook vermogen op de grafiek. Dus trek de spanbanden nog even iets strakker aan, dat die iets minder slipt op de band en dan gaan we gewoon met wat zwaardere rollen nog een keer testen en dan gaan we kijken wat eruit komt, dus let's go. Zwaardere rollen erin, spanbanden heb ik wat strakker aangetrokken, ga nog een run doen, let's go. Zo jongens, de derde run gedaan en met resultaat, jazeker. We hebben nu 3 runs gedaan zoals je kan zien. En we hebben van 26.8 naar 31.8. Dus we hebben met een paar gram rolletjes verschil een paar pk gewonnen. Je ziet ook de grafiek, hij trekt veel langer door richting de 30 en gaat hij zelfs over de 30 heen. Mooi constant vermogen. Ja, en gewoon super resultaat jongens. En ja, die bandjes hebben ook wel echt geholpen. Die bandjes dat ik wat strakker heb gezet, merkte nu dat er veel minder stuiterde, veel minder slipte op de band.
Dus ja, dat helpt ook. Maar die rolletjes hebben ook zeker geholpen. Wat gaan we nu nog doen? Kijk, die klant die zei tegen mij, als hij 30 pk scoort, prima. Je hoeft er niet veel aan te doen om hem nog harder te krijgen. Hij zei, als hij rond de 30 pk scoort, helemaal top, helemaal prima. Maar ik ga toch nog eventjes, toch nog ietsje zwaarder op de rollen. We zijn nu van 5 naar 5,5 gemengd met 5. Ik ga nu gewoon helemaal 5,5 erin gooien. En dan gaan we nog eens een keer testen. Ook ga ik even de bougiekleur testen. Want ik heb het idee dat die ietsjes aan de rijke kant staat. Maar ik wil daar niet te veel risico mee lopen. Dus we gaan nu eerst de rolletjes even doen. Nog een keer testen. Bougiekleur even checken. En dan gaan we nog een run doen. Let's go. Oké, okay, jongens. Motor is afgekoeld. We zijn nog ietsje zwaarder op de rollen gaan. En even kijken wat we nu doen. Ja jongens, we zijn weer op het gewenste niveau. 34,5 pk jongens. Ja, deze oranje, dat was even, ik druk te vaak op het knopje, dus die moet je even niet meerekenen. Dus die zijn dus van 26,1 naar 26,8 naar 33,8 naar 34,5 gegaan jongens. Boy, yo, wat een verbetering. De lijn is nog niet helemaal mooi, maar kan ook door de slip komen nog. Dus ja, super, super tevreden al. Hij is wel dik. Ja, nu gaan we verder met dit monsterlijke ding. Oh, nee, toch. Oh, wat een mooi ding is dit, jongen. Oh, kijk eens. Zee lucht gekoeld. Oh. Oliepoot. Oh, ikke kikken. Ikke kikken, man. Hey, yo, hey, yo. Oh, laat eens even die scooter zien. Deze scooter ruikt naar pure urine. Super tevreden jongens, 34,5 pk. Dat is precies het vermogen wat ik had toen hij bij Dennis van de bank afkwam. Zoals ik al zei, we hebben nu een andere uitlaat. Dus ja, dat heeft ook een andere afstelling nodig. Qua drukveer is die ook veranderd. Er zat een blauwe Polini drukveer in, maar die was helemaal op. Dus ik heb er een rode toevast drukveer ingezet. Dus ja, dan moet je altijd even spelen met de afstelling om weer het vermogen uit je blok te halen. Bij een scooter met een vario aandrijving is dat altijd heel erg gevoelig op de rollen, op de shimmeringetjes, noem maar op. Dus dan kan een klein dingetje, kan al een paar pk schelen. Dus dat zie je nu ook maar weer. We hebben een mooi eindresultaat. Ik ga nog even een paar runs doen om even te kijken of alles goed is. Ik wil zeker weten voordat hij weer terug gaat naar de klant dat alles perfect is. We gaan nog de bougiekleur nog even checken, want dat ben ik net vergeten. En dan ja, kan ik hem verder in elkaar gaan zetten en hem even poetsen en hem weer terugbrengen naar de klant. Dus
Ja, dat was het dan even voor deze video. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En Jos Dijkman, super bedankt voor het lenen van je testbaan. Yo! Als ik op de motor stap, is het afgelopen. 28 HPI, dingen teruglopen. Slinder tot de max, 55 slaag. Pak de kops, vol gas, niemand die me pakt. Westside, Willy Time, als ik door je city rij. Iedereen kijkt naar mij.